Naar aanleiding van Keulen wil Geert Wilders het verbod op pepperspray opheffen. Volgens hem moet een vrouw zich immers kunnen verdedigen. Maar tot het zover is, kan je je spray gewoon kopen, iets over de grens, in Duitsland. Voel jij je nog veilig in Nederland? Nee. Ja, ik voel me tegenwoordig niet echt veilig meer als ik alleen over straat moet. Ja, als je lastiggevallen wordt of zo, als iemand je vastpakt of weet ik veel wat. In Duitsland, ietsjes over de grens, kan je gewoon pepperspray kopen. Oh, echt? Oké. Ja. Nou, goed. Dat ging vrij makkelijk, moet ik zeggen. Ik heb deze drie peppersprays op de kop getikt. Zeg het maar, welke vind je het mooist? Nou, de roze vind ik het mooist. Deze vind ik natuurlijk ook wel mooi, die lipstick. Maar ik vind die wel toch wel heel cool eruit zien. Je hebt wel een goede houvast. Ja. Je houdt van iets groots in de hand. Nou ja, ja. Nee, dat kan. Maar het gaat er vooral om hoe ze spuiten. Ja, en daar ben ik wel heel benieuwd naar. Wil je dat testen? Wil je even spuiten? Nou, dat lijkt me wel heel erg leuk. En hoe spuit die? Ja, hij spuit lekker soepel hoor. Pak hem! Ja, jezus, hij is leeg. Wat is het nou voor kutting? Het heeft wel een strakke straal in vergelijking met die andere. Ja, hij is wel wat harder. En er zit een lampje op. Dat vind ik eigenlijk ook wel handig. Dus dan zie je beter waar je mikt. Conclusie, hoe bevallen de Duitse sprays? Nou ja, als alle Duitsers zo spuiten, dan neem ik er zeker heen. Oké.